Er wordt ook gewoon niks uitgelegd, hè? Je moet het gewoon zelf... What the fuck? Je moet het gewoon zelf uitzoeken. Nou, die zou ik in laten slapen, hoor. Die is ziek, volgens mij. Is niet best. Welkom terug, jongens, op het kanaal van de Nether Giant. Zoals jullie zien is dit voor de eerste keer dat ik de facecam gebruik ook. Dit plan had ik eigenlijk al een langere tijd. Ik zal even het verhaal ongeveer vertellen. Ik wilde eigenlijk een YouTube kanaal al een hele tijd starten. Ik heb daarvoor een hoop moeten sparen, want er komt best veel bij kijken ook. Uiteindelijk had ik mijn computer bij elkaar gespaard, gekocht, ben lekker begonnen. En toen had ik nog een heleboel plannen die ik moest uitwerken om uiteindelijk aan de facecam te beginnen. Uiteindelijk heb ik een groen scherm ook opgehangen en heb ik mijn belichting helemaal geregeld. Dus ik denk, nu ga ik beginnen. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan sowieso even beginnen met een nieuwe game. Een nieuwe vette game. Dus ik heb uiteindelijk Hop gevonden. Wat er ongelooflijk tof uitziet. Maar dat gaan jullie deze aflevering lekker zien. Wat moet ik nog vertellen? Ik heet Cas. Ik ben 27 jaar. En ik heb dit plan eigenlijk al, denk ik, een jaar of 3-4 zeker wel. Ik heb het eindelijk kunnen realiseren. Dus ik heb er fucking zin in. Ik hoop jullie ook. En laten we snel gaan beginnen. Let's go, jongens. Oké, jongens. Laten we dan maar gelijk starten met het beginnen van een nieuwe game. Ik ben erg benieuwd. Oké, vreed. Hoe zit? Hi, robot. Kijk, daar hebben we maar. Dat is Hop, jongens. Wat ik van het spel heb gezien, dat ze een beetje een mix is tussen mechanisch en natuurlijk. Zoals je nu ook gaat zien. Vierkant gras. Oké. Dat kan ik allemaal doen. Ik kan springen. Rollen kan ik. Ik kan ook rennen. Ik heb volgens mij nog geen wapen of zo. Kom eens hier. Nee, daar kan ik niet zoveel mee, denk ik. Ik denk dat ik achter die robot aan moet, maar heel veel klein beetje verkennen. Kijk wat hierboven is. Ziet er wel echt cool uit, man. Oh, oké. Okay. Oh, ja, maak open dan. Oké, okay, daar zijn we nog niet sterk genoeg voor, zie ik. Oh ja, oké, okay, hier hebben we hem. Sta ik niet. Oké, moet ik hiermee? Ik ga vast voorop hoor, de kerel is zo slow. Fuck is dit nou weer? Oh, oké. Okay. Ik heb gewoon vol schade van ook. Doe eens iets. Wow, episch. Ik ben blij dat hij bij ons hoort. Ik denk dat ik hem gewoon moet volgen. Oké. Okay. Ik hoop niet dat het hele spel achter die robot aan moet rennen. Dan wordt het een akelig lange playthrough, ben ik bang. Loop dan. Wat zijn dit dan? Safe plek of zo? Ik kan er ook niks mee. Hier! Ah, vreed. Oké, okay, dus kan ik nu daarop. Zeker zo.
denk ik. Ja, oké. Oké, dit gaat nog best wel goed. Hier naar boven. En nu? Oh, daar moet ik daar helemaal in. Oeh, oké, ja. Ja, dit is wel handig, inderdaad. Oké, nice. Komt hij hier nog weer boven? Is dit een knop of zo? Wordt er gewoon niks uitgelegd, hè? Je moet het gewoon zelf... What the fuck? Je moet het gewoon zelf uitzoeken. Nou, die zou ik in laten slapen, hoor. Die is ziek, volgens mij. Is niet best. Doe me denken aan die giraf-scène uit The Last of Us. Ik weet niet of jullie die gespeeld hebben. Oh, what the fuck? Oh shit. That's sick. Wat vet. Oké, dus voor die planten moeten we uitkijken, dat is duidelijk. Het verhaal verder wordt niet echt verteld eigenlijk, hè. Ik weet alleen dat die planten blijkbaar slecht zijn. En dat de wereld ook iets mechanisch heeft. Er zullen wel veel puzzelelementen in zitten ook. Neem ik even een slokje water, hè? Het ziet er wel echt vreed uit, dan. Hey, sick! Nou, ze wil ik ook wel wakker worden. Niet dat ik mijn arm kwijt hoor, daar gaat het niet om. Maar... een gespierde linkerarm. Even kijken. Kan ik daar nu wat mee dan? Rollen? Ja? Kan ik niet slaan of zo? Oké, even kijken. Gaan we hier lekker naar boven. Oh, kijk eens even. Die kan ik vastpakken blijkbaar. Oké, dan kunnen we nu daarop, ja. Hier kan ik niks. Die boom ziet er ook echt uit alsof ik er wat mee kan, maar... ja, deze. Sla dan. Oh, hier. Oké. Okay. Ja, X. En nu? Dat het een ingang was, maar dat is er blijkbaar niet. Oké, wat kunnen we hiermee? Volgens mij is dat gewoon een safe plek. Kan ik... het ziet eruit alsof ik kapot kan, maar... dan gaan we hier maar naartoe. Zo, wat is dat dan? Oh, zijn eigen arm gegeven, wat kicken. Ik krijg het nu zwart. Vreed.
Dat is een van zijn soortgenoten hier, blijkbaar. Oké, nu hebben we de kracht van die robot ook, zie ik. Oké, nu hebben we iets bij elkaar gesprokkeld. Sleutel of zo misschien? Mooi die omgeving, man. Oh, daar wilde ik helemaal niet in. Ah, dat is een safe plek dit. Oké. Wat is dit? Oh, hier kunnen we skills kopen. Ik weet niet wat we daarvoor nodig hebben, maar ik heb nog helemaal niks. Dus daar hebben we niks aan. Oh, dat zijn die delen die we net hebben verzameld natuurlijk. Zwart of niet? Ha, kikken. Ik heb die stiletto. Oké. Ja, nu kunnen we wel slaan, jongens. Hoppa, get up. Is er in één klap Zelda, hè? Relaxed. Ah, je moest er naartoe. Dat wist ik wel. Oké, maakt niet uit, we zijn er. Wat is dit? Niet... Nee! Ik kan daar ook naar beneden, volgens mij. Hey! Wat zijn die dingen die ik kan uitgeven? Kan ik hier nog wat mee? Dan moeten we hier naar beneden. Nou merk ik toch wel een beetje performance issues hoor. Het is ook wel echt een gloednieuwe PC met een goede grafische kaart. Hè? Maar jullie merken het vast ook. Oké. Denk je is zelfmoord? Oh nee, het is gewoon een mooi uitzicht. Hey, cool. Ik ga even kijken of ik hem iets soepeler kan laten lopen. Zo terug. Oké, jongens. Ik heb ervoor even wat forums afgezocht. Maar het blijkt dat meerdere mensen die problemen ervaren, dat er binnenkort een patch uitkomt om dat op te lappen. Dus laten we voor nu maar gewoon lekker doorspelen. Hopelijk hebben we niet al te veel last ervan. Het ziet er wel uit alsof ik daar... Oké, hij kan ook zijwaarts springen. Oké, dan gaan we hier naartoe. Ik vind die stijl wel heel tof hoor, man. Mooie mix is het. Oh, hier heb ik een kubus. Oké. Dan kunnen we daar achter klimmen, denk ik. Juist, sleep dan. Ik ga hem helemaal zo zetten. Juist, kijk eens even. Hoppa, ja. Oké. Hier zullen we op kunnen klimmen, denk ik. Kan dat ook? Hallo? Nee. Oké, dan moeten we hier naar beneden. Oké, tot zover gaat het goed. Hoppa. Oude pro. Kijk dan. Hop, hop. Paardje ingelopen. Let's go. Safe plek. En we hebben een paar tegenstanders. Die zien er minder aardig uit. Hier! In je nek, vriend. Kom dan. Hoppa. Yes, jongens. En volgende keer gaan we lekker de rest van de wereld van Hop verkennen. Vond je het nou wel een leuke aflevering? Geef dan lekker een duimpje omhoog. Kijk sowieso even op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer. Tot dan, jongens. Hoi, hoi.